Lasse, het viel me eigenlijk op. Het kan aan door de datum komen, maar zo met het pofmutsje, pofbroek, maar jou aan. Je lijkt een beetje op de knecht van Sinterklaas. Is dat zo? Ja, ik ben ook binnen in de stemming, hè. Dat is natuurlijk vanavond een leuke avond, dus ik denk ik kleed me er ook een beetje goed aan. Ja, heb je loodjes getrokken met de selectie ook? Nee, dat net niet. Nee, het is gewoon het is hartstikke koud. En je kan beter je goed aankleden, kun je dat het wat uittrekken. Ja. Hey, tegen ADO, hè? De boer zei, en jij zei zelf ook, dat jullie te veel met het spel van ADO meegingen, in de tweede helft vooral. Is dat iets wat je tijdens de wedstrijd ook merkt? Dat je bij jezelf denkt van, oh god, daar gaan we. Nou, je merkt natuurlijk wel dat je niet echt in je kracht speelt. En je probeert natuurlijk enigszins wel recht te zetten met z'n allen. En probeert, maar ja, dat is ook lastig. Is het ook niet een beetje dat jij als ervaren speler, en dan hebben we Moisander ook, maar de wat oudere jongens, jij ziet dat misschien dan eerder. Is dat over te brengen tijdens een wedstrijd? Nou, dat is niet alleen wij, maar de meesten zien het wel. Maar het is lastig. Kijk, je kan niet zomaar een knop omdraaien en dan gaan we anders spelen. Het is natuurlijk ook met tegenstander te maken. Maar iemand moet zeggen van, oké, jongens, of zeggen of doen van even de bal vasthouden, even rust. Ja, maar dat probeer je ook wel. Maar kijk, we zaten ook niet allemaal niet lekker in de wedstrijd. Kijk, als het allemaal makkelijk loopt, dan is het ook makkelijk dingen om te draaien. En als het even niet loopt, ja, soms is het moeilijk. Maar zoals je zegt, daar moeten we ook van leren. Maar dat moeten we zeker wel beter doen, want... We moeten juist niet meegaan in dat soort spel en in hun type spel. We moeten juist dicht bij onszelf blijven en dan zijn we goed. En ik denk ook als we dat de tweede helft hadden gedaan, hadden we die wedstrijd gewonnen. Maar, en dat is, ja, dat sta je nu wel met twee punten te weinig. Dat is doodzonde. Ja, want dit is gewoon de manier waarop kleinere tegenstanders van Ajax winnen. Gewoon of punten afsnoepen dan. Gewoon als een stel idioten vol erop gaan. Maar ja, dat is zo moeilijk je tegen te wapenen dan blijkbaar. Ja, dat is waar. En dat moet je natuurlijk niet iedereen geloof geven. En dat ze zo kunnen spelen en dat is moeilijker maken. Kijk, het is niet zo, tegenstanders. Nee, maar we moeten wel, zoals ik een paar keer heb gezegd, we moeten in onze eigen kracht spelen. Dan zijn we ons best. En we moeten juist proberen om dicht bij onszelf te blijven. Nou, dat wordt morgen denk ik wel anders. In eigen huis tegen Willem II, dat moet minder problemen opleveren, lijkt me. Ja, je moet hier gewoon thuis winnen. Het is wel een iets andere ploeg, spelen wel iets meer voetballend, maar het is wel duidelijk, hier thuis moet je gewoon de drie punten pakken. Zoals we hebben nu een aantal wedstrijden gaan en die moet je gewoon allemaal pit winnen en goed de winst op ingaan. Ja. Waar zit het gevaar bij Willem II? Nou, ze hebben al voorin, ze hebben aardig spitsen lopen, die zijn eigenlijk allemaal wat centrumspitsen en ze maken aardig wat goals natuurlijk, amateurs die goed op dreef is. En daar moet je gewoon voor oppassen en counteren. Je moet niet in de mes lopen, want ze hebben gewoon snelle mensen met een goede actie voor hun. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Maar inderdaad, als wij hier in de arena moeten wij gewoon onze ding gaan doen. En dan moeten we gewoon drie punten opleveren. Ja, en dit is nou eenmaal jouw lot als Ajax-speler die er nog niet heeft bijgetekend. Krijg je altijd deze vraag, heb jij nog nieuws van eventueel transferfronten of zo? Nee, ik weet net zoveel als jullie al. Er worden allemaal dingen wel geschreven, maar... Ik weet in die zin net zoveel als jullie, maar... Napoli werd nu weer genoemd. Ja, ik weet daar ook helemaal niks van. Helemaal niks van. Ik doe rustig aan en ik geen haast. Maar als je dan zo dit weer zo voelt vooral, denk je dan niet van... Ja, goh, dan is in Spanje of Italië wel lekker? Of heb je een voorkeur? Ik heb niks tegen de kou. Nee. Ik kleed me gewoon wat warmer aan en dan heb ik daar niks op tegen. Ja, er schijnt vanavond wel een stoomboot weer richting Spanje te vertrekken. Ja, maar die is al vol volgens mij. Dus met stoute kinderen en al zo dingen. Dus ik hoop dat die van mij thuis blijven.